Vanavond een lekker avondje vrij. Eens kijken wat er op de televisie is. Ah. Welkom bij het nieuws van Oostzeelanden. Gisteren heeft het animatieteam met de kinderen samen onderwaterfoto's gemaakt. De kinderen vonden het heel erg leuk. Ze gingen zelfs tennissen onder water. Het animatieteam heeft nog gekookt onder water. En dat vonden ze ook heel grappig. In de Village Oostzeelanders is er een pingpongtafel waar heel veel mensen samen een toernooitje spelen. Je moet het echt maar eens proberen. Zo, de animatieteam doet hier echt leuke dingen. Alleen die kleding. Paars is niet echt mijn kleur. Kijk of er een leuk modeprogramma is. Om te kijken of ze wat inspiratie voor volgend jaar op kunnen doen. Kleding was mooi. Nu eens kijken of er wat leuke tekenfilms zijn. Zoals Phineas en Ferb, mijn favoriete. Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten, is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld bouwen een raket, een mummie gaan slaan, de Eiffeltoren op. Agent B. We gebruiken die boomroute al jaren. Zo, genoeg tekenfilms. Nu weer even verder naar het nieuws. Ik hoorde dat een meisje iets verkeerds had gegeten. Ben benieuwd hoe het met haar af is gelopen. In het restaurant in het dorp heeft Madison gisteren vis gegeten.
schakelen nu over live naar het ziekenhuis met Annelies. Dankjewel Jasper. Ik sta hier nu naast de zuster genaamd Charlotte. Charlotte, hoe gaat het met Madison? Toen ze binnenkwam, ging het niet echt heel goed met Madison. En hoe gaat het nu met Madison? Het gaat nu veel beter. Ze mag bijna weer naar huis. Oh, dat is goed om te horen. Nu gaan we terug naar jou, Jasper. Oké, hier komt Eva met het kindsnieuws. Goedenavond, beste mensen. In Village Ossellande in Frankrijk is er een kidsclub opgestart. Om 10 uur 's morgens is er een knutselactiviteit. Om 2 uur in de namiddag is er een spel. Om 7 uur 's avonds is er een toneeltje. En om 8 uur 's avonds is er nog een avondspel voor de kinderen die later mogen opblijven. Dat blijft zo voor maandag, dinsdag, woensdag en woensdag, donderdag en vrijdag. Om zaterdag komen er nieuwe kindjes, maar sommige kindjes blijven die week nog. En zondag ligt de kidsclub een dagje in de zon. Dat was het nieuws. Zo, gelukkig gaat het weer goed met dat meisje. Nu op naar de reclames. Dus je niet van melk, maar wil van chocomelk, probeer dan dit. En je krijgt de allerlekkerste chocomelk. Dit zijn Kellogg's. Beestachtig lekker. Raar! Zie het mooie haar? Dat komt door niet. Via Sampo. Koop het nu. Koop nu de lekkerste sinaasappelsap. Echt proberen. Kost maar 80 euro. Zo, de reclames zijn weer voorbij. Op weer naar een leuke tekenfilm. SpongeBob SquarePants. Dan klaar voor, dan klaar voor, dan klaar voor, dan klaar voor. Gerrit, je moet een bal. Ma. Je moet een bal. Ma. Gerrit, je moet een bal. Ma. Honden. Gerrit, je moet een bal. Ja. Dan gaan we dan naar kwallenvissen. Kwallenvissen. Zo, dat was even lachen, hè, met Gerrit die in bad wou. Ik hoorde trouwens dat er een heel erg ongeluk was gebeurd in de buurt van Parijs. Laten we snel terugkijken. Ja? In Parijs is er een ongeluk gebeurd. We schakelen nu over naar Charlotte. Die is live bij het ongeluk. Hallo, beste mensen. Ik sta hier nu live bij het ongeluk. Wat is gebeurd? Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Er zijn 2 auto's in een huis gereden. Dat klinkt wel erg. Hoeveel slachtoffers zijn er? Er zijn 7 slachtoffers. Daarbij 5 liggen er in het ziekenhuis en zijn erg gewond. En 2 daarvan zijn overleden in het ziekenhuis. Niet zo'n leuk onderwerp. Terug naar jou, Jasper. Dat is het nieuws van Oostenlanden. Tot de volgende keer! We hebben jammer genoeg al een paar dagen minder weer gehad in Frankrijk. Maar laten we kijken wat het weer in de toekomst ons brengt. Dit is het weer van 7 uur. Dit gedeelte van Frankrijk is het lekker weer, maar wel bijvoorbeeld 70 graden. Lekker zonnetje, lekker naar het strand, 21 graden. Oei oei, in Parijs gaat het niks aan maar 5 of 10 graden. Bewolkt met een zonnetje erbij 23 graden. In dit gedeelte van Frankrijk is het vooral heel erg veel regen, 19 graden. In dit gedeelte van Frankrijk is het heel erg warm, ook lekker naar het strand. En 27 graden. 2. Dit was het weer van 7 uur. Zo, dit was het weer. Of ik bedoel, dit was het weer. Dit was weer een leuk avondje tv kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Oh wacht, helemaal vergeten. Dit is natuurlijk allemaal mogelijk gemaakt door onze supercameravrouw, Suzanne. Nou, dit was het recreatieteam en de tv-show voor dit jaar. Tot volgend jaar. Doei doei! Doei.
We zijn hier live bij de Kids Club in Oostlanden. We gaan de mensen vragen hoe het gaat. Loop gezellig met me mee. We zijn hier backstage bij een modeontwerper. We gaan even vragen hoe het gaat. Goedendag, hoe gaat het? Het gaat goed. Wat heeft jullie zus net gemaakt? Een jurk. Kom, kom. Close. En hoe bent u op dit idee gekomen? Gewoon inspiratie uit de blote. We gaan snel verder. Volg. We zijn backstage. Blijf draaien, wat er ook gebeurt. Hier zijn we. Goedendag, wat bent u aan het maken? Ik ben een stok voor het weer aan het maken. En hoe, waar is die stok? Mogen we even in beeld hebben? Dit is mijn... Film hem. Wauw, dat is mooi. En wat bent u aan het maken? Niks. En hoe bent u op dat idee gekomen om niks te maken? Omdat ik dat niet wil, ja? En laat me even rust. Nu! Oké. We gaan naar de volgende. Wat maken we hier? Een SpongeBob. Kunnen we hem even opzien? Ik voel de kijkcijfers groeien. Ik voel het. Ik zeg fantastisch. 3 dubbel fantastisch. Oh, daar hebben we weer onze speciale. Wat bent je allemaal? Niks, wauw, super. We gaan snel door. Volg. Wat bent u aan het maken? Een outfit. Mogen we even zien. Is dit de collectie van volgend jaar? Ja. Ja? En wat is de mode van volgend jaar? Is dat veel kleur? Is dat donkere kleur? Zijn dat figuurtjes? Lichte kleuren, fijn dat we dat weten. We gaan nog even door naar de laatste tafel weer. Oh jee, ik zie brillen, ik zie stropdassen. Ik weet niet wat ik allemaal zie. Wat bent u aan het maken? Ik ben een bril aan het maken. En wat voor bril? Een bril met stenen erop. Nou, alsof het niet gekker kon. Ik zeg fantastisch. 3 dubbel fantastisch. Terug naar de studio, Suzanne. Ik weet niet meer wat ze nu komt. Wacht even, ik weet het echt niet meer.